Welke rol speel je? En vertel eens wat meer over je personage. Ik speel Emiel Roel en ik speel ook de pastoor, dus ik heb een dubbelrol. Emiel is iemand van de SD, een nazi dus. En eigenlijk uiteindelijk in ons stuk de beul van Frits. En de pastoor, dat is het leuke aan de dubbelrol, is eigenlijk de vertrouwensman van Frits. Waarom is het voor jou belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen? Ik denk omdat voor mijn gevoel de geschiedenis van toevalligheden aan elkaar hangt. En, tijdens het repeteren en het lezen van het stuk moet ik steeds denken aan een lied van Herman van Veen. Als het net even anders was gegaan. Daarin komt een zin voor en die gaat, de nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. En dat zegt voor mij iets over de voorstelling en over waarom het zo bijzonder is dat we nog steeds in vrijheid leven of weer in vrijheid leven. Waarom moeten mensen volgens jou naar de voorstelling komen kijken? Om vrijheid niet voor lief te nemen. Om te waarderen wat vrijheid is. En ook te blijven nadenken over wat vrijheid is. Want ben je vrij omdat de bezetter weg is? Of is er nog iets anders wat vrijheid maakt? Zit er ook vrijheid van binnen? Dus ik zou het fijn vinden als mensen uit de voorstelling komen met een aantal gedachten daarover.